Ze willen het busstation hierachter vergroenen en verduurzamen. Groen op de daken, zonnepanelen en bomen. Wat vindt u ervan? Ik heb me eerlijk gezegd nog niet zo heel erg in verdiept, maar het lijkt me een goede zaak. Ja. Heb je meer ideeën om Wageningen te vergroenen en te verduurzamen? Nee, op dat moment eigenlijk niet. Ik denk dat we sowieso wel wat meer groen kunnen krijgen in de binnenstad zelf. Wat meer beplanting, dus ik denk dat dat wel een goed idee zou zijn. Mij lijkt dat best wel een goed idee. Het mos of de begroening op het dak zelf, dat zou zorgen voor een goede isolatie. Vangt zelf ook regen op, groeit daarmee. De zonnepanelen zelf, die wekken natuurlijk goede energie op. Het lijkt me zeker een goed idee. Alleen ik zou het veel makkelijker groen maken door heel veel bomen hier neer te zetten, veel meer. Ik vind het leegste stuk van de stad. Je zou simpelweg door bomen neer te zetten. Vergroening, verduurzaming, verkoeling kunnen bereiken, zou ik zeggen. Vind ik prima. Moet ze doen. Alleen maar goed, toch? Wat kan er volgens jou nog meer vergroend worden en verduurzaamd? Ik vind dat er meer voor fietsen gedaan moet worden. Dat er minder auto's, meer fietsen, vind ik voornamelijk. Dan vraag ik me af hoe het eruit zou zien. Lijkt me wel leuk. Ja. Heb jij meer ideeën hoe ze Wageningen zou kunnen verduurzamen? Dat is al een opgave, want Wageningen is al een best wel groene stad. Ik heb daar niet over nagedacht. Zo. Voor mij een goed idee. Heeft u nog meer ideeën om de stad te verduurzamen? Oh, daar ben ik niet zo mee bezig. Ja, ik heb zonnepanelen zelf op mijn dak, maar verder ben ik er niet zo mee bezig. Is er noodzaak om nog meer te verduurzamen voor... Wel, ik denk het wel. Maar dat is die jongere lui, die hebben het tegenwoordig meer nodig, hè? Nou, vind ik prima. Is altijd goed. Meer groen maakt veel gezelliger en is ook veel beter voor het milieu. Dat moet je zelf weten. Heb jij meer ideeën over wat ze kunnen doen om Wageningen te verduurzamen? Nou, verduurzamen niet. We hebben net een nieuwe woonwijk. Die wil ze opengooien om alles elektrisch te maken. Dus ik snap het punt niet meer. Om te vergroenen dan? Nou, wat ze dan willen weet ik niet precies. Maar wat ik alleen maar hoor is dat studenten flat hier, groen daar. Maar erg voor de bewoners doen ze niet meer. Dus ik zie het echt het punt niet meer zitten. Van jou mogen ze meer voor bewoners doen? Ja, meer gewoon betaalbare huizen neerzetten. Ik bedoel, ik weet niet of het tegenwoordig betaalbaar is. Maar als ik op mijn eigen wil wonen, ik kan niet nergens wonen. Ja, wat vind ik ervan? Als dat mij iemand doet die er verstand van heeft. Want met die zonnepanelen en zo daarbij, dan is het nou niet zozeer groen. Heeft u andere ideeën om Wageningen te vergroenen en te verduurzamen? Ja, dan moet met de mensen zelf beginnen in de tuinen. En zo vanuit de tuintjes, de tegels eruit en dan in het groen. He, want dat krijg je zo niet gedaan hoor. Want er is zoveel woningnood en alles. Als er een plaatsje is, dan bouwen ze. Het zou natuurlijk wel heel mooi zijn, maar ja, ze moeten het ook wel een beetje gaan onderhouden dan. Want wij vinden dat de stad er eigenlijk al niet uitziet. Alles, het is zo slordig en zo vies overal. Heeft u dan ideeën om het te verbeteren? Ja, ik niet, op het moment. Maar al dat onkruid overal, dan moet je hierachter gaan kijken. Nou, je weet niet wat je ziet. Dat vind ik wel heel erg jammer. Moeten ze het ook onderhouden, vind ik. Als ze groen gaan planten, moet het ook onderhouden worden. Nou, eerlijk gezegd, ik heb heel weinig met hele groene gebeuren momenteel. En waarom? Ik vind dat doorschiet. Nou, het mag wel groener, ja, want het is heel erg stenig nu, hè. Ja. Heeft u meer ideeën om Wageningen te verduurzamen en te vergroenen? Nee. Nee, nee. Een goed plan. Heeft u meer ideeën om Wageningen te verduurzamen en te vergroenen? Nou, ik zou eerst denken dat ze allemaal de rommel is opruimen. Ja. Want overal ligt troep. Zwerfvuil, ja. Dus dat valt even tegen hier. Wat valt u op in Wageningen? Dat er ons zo ontzettend veel zwerfvuil ligt. En dan denk ik, daar hebben ze het zo over het milieu. En dan denk ik, begin daar dan eens mee. Dat is in je directe omgeving. En doe het zelf ook. Raap wat op, maar neem het ook weer mee naar huis. Je neemt het vol mee en je gaat het ergens drinken. Bij ons in Heteren zijn er ook een strandje. Nemen ze het vol mee. En dan moet je kijken. Leeg laten ze het allemaal liggen. Ik vind geen manier van doen. Ja, leuk. Is altijd beter als er meer groen is. Heeft u meer ideeën om Wageningen te vergroenen en te verduurzamen? Well, wij komen net van Haarlem. Dus Wageningen is al voor ons best groen. een beetje meer in... Ja,
platteland en meer bomen. En dit is, wat je net wel leuk. Dat boompje dat heeft ongeveer 10.000 euro gekost. Ja, wat de gemeente Wageningen die is, heet dat, er is een groencommissie in Nederland. Die kwam geld tekort. Er zijn 4 gemeenten die overgebleven zijn. En toen was er nog geld nodig om een zaakje te regelen. Toen heeft de gemeente Wageningen 10.000 gulden in de kas gestort. En raad eens wie de eerste werd? De gemeente Wageningen. En dan komt er daar zo'n boompje staan ter ere van. Daar zorgen ze dus niet goed voor. Die paar stukjes heet dat groen daarboven op dat dak, dat ziet ook niemand. Dat helpt het klimaat ook niet. Dus we zijn hier echt een beetje raar bezig. En ik woon in de binnenstad. En ik kom ook wel eens mensen tegen. We hebben ook wel eens mensen op bezoek. En dan zeggen we van God, Wageningen, de groenste stad van Nederland. En dan krijg ik permanent antwoord. Ja, dat zien we. Er staat onkruid genoeg. Dus daar wordt gewoon ook niets aan gedaan. Dat wordt niet eens, we gaan nieuwe dingen doen zonder dat de dingen die er zijn, dat we die goed opknappen. Ja. Nou, en als we dat niet gaan doen, dan zeg ik van dan heb ik niks met duurzaamheid en niks met groenheid van Wageningen te maken. Want we zijn nog niet eens in staat om hetgene wat we hebben, om dat goed te onderhouden en dat milieuvriendelijk te onderhouden. We doen er helemaal niks mee. Ja, dat is geweldig. Geweldig kan niet anders zeggen. Heeft u nog meer ideeën om Wageningen te verduurzamen en te vergroenen? Ja, dat is moeilijk, want Wageningen is eigenlijk vol, hè? Dus ja, wat moet je dan nog gaan vergroenen?